En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Belenos de Grusson, de beer is los. Daarachter op plaats 2, Bacardici. En zo zijn de voorste 2 halverwege de Tjarda-bocht. Derde plaats is voor Ben Hurry. Aan de buitenzijde komt nu ook naar voren Albert. Die komt helemaal uit het achterveld. Ook die had wat last onderweg. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde nog altijd Belenos de Grusson. Buitenzijde Bacardici. Die komt dichterbij. Bacardici is ernaast. De beer tegen Minema. Minema is er voorbij. En Minema gaat winnen. Weer een winnaar voor Krebas. Het is vandaag zijn dag. De 7 wint Bacardici. Tweede de 4 Belenos de Grusson. Derde plaats is voor Albert. En vierde wordt nog de 6 Baccara Fligny met Jens Bergman. Uitslag is officieel, dames en heren. De oorspronkelijke 5 aankomende paard nummer 5 Bellino Verderie is alsnog uitgeschakeld wegens te lang galopperen onderweg. Daar heeft Dennis Binnen maar allemaal niks van meegekregen. Die won heel makkelijk met Bacardici in 1:16:3. En dat is mooi nieuws, dames en heren, voor de eigenaar, de heer Disseldorp van deze Bacardici. En Dennis, ja, ik moet eerlijk zeggen, hij verdient het wel een keer. Het kan nu ook op Wolven gaan. Ja, hij verdient het zeker wel een keer, maar het is, hij is een beetje wisselvallig. En nou hadden we hem vandaag wat veranderd, we hadden alle ijzers eraf getrokken en trek wat in. En het pakt goed uit. Vanaf de buitenkant was er een scrimmage, aan de overkant die zag er nogal raar uit. Jij zat er middenin. Ik zat er letterlijk middenin, ja. Die van Jos stond in één keer helemaal stil en de klap Ronald en ik bovenop. Start en gelukkig blijft hij van mij draven en die van Hans die klapt op mijn wiel. Ja, die kan geen kant op en die springt. En die van mij die breekt wat uit naar buiten en dan spit er naar buitenkant nog een op mijn andere wiel. Dus het ging even lelijk. Het is een apart paard, hè? Want stoppen dat zal hij nooit doen. Nee, dat is het Franse bloed wat erin zit. Ja, maar dan heb je allemaal Franse tegenstanders. Ja, maar hij kan gelukkig nog redelijk beginnen. Dus hij heeft wel vaak positie. Alleen nu kreeg hij de eerste kilometer geen positie. En uiteindelijk valt hij van Hans wat stil. En dan kan ik ertussen. Ja, dat pakt, uiteindelijk pakt het gelukkig goed uit. Goed gedaan, Dennis. Gefeliciteerd met de dubbel voor de stal. En nu dus een mooie overwinning voor Bacardici. 5 jaar deze bruine ruin. Cool Duco Raziadizi. Frans gefokt in bezit van de familie Disseldorp. Paard wordt getraind door Bas Krebas. En in dit geval gereden door Dennis Minema. Hij slaat toe met deze Cool Duco Bacardici. En dan komt hij aan, dames en heren. Groot applaus voor een sterke winnaars van de Prix, Charlie Dunoyer. En dat is geworden Bacardici, Dennis Minema. Start is gevallen. Start valt en aan de binnenkant is Corleone Noah goed weg. Daarnaast in het tweede spoor Belenos de Grusson. Die wordt al teruggenomen en in de start van het veld is begonnen Coco Rosi Renka. Die gaat binnendoor alvast een paar paarden voorbij en de paarden gaan de eerste bocht door. En Jos Verbeek ligt aan kop met Corleone Noah. Corleone Noah, daarachter Belenos de Grusson en daarachter op plaats 3 Benko of Paradise. Eerste paard aan de buitenkant is Bacardici. Daarachter volgt in het tweede spoor ook Cornelis Lohman met Ben Hurry. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Kijken we naar de binnenkant van het veld. Daar is de deelnemer die nu met de nieuwe kar loopt. Bellino Verderie en Jos Oorthuizen. En daarachter volgt dan aan de buitenzijde het nummer 13 van Bahia des Olivier met Dion Tesselaar. Zo gaan de paarden de linkerbocht in. En vooraan verandert er voorlopig even niks, want Jos geeft aardig gas vooraan met Corleone Noah. Corleone Noah, een zoon van Mandarino Blue, paard dat het onder het zadel heel goed heeft gedaan. Deze loopt voor de kar en dat doet hij op dit moment aardig hard. Daarachter op plaats 2 volgt Belenos de Grusson. En de paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. Aan de buitenzijde van het tweede spoor, zeg maar, komt nu toch wel wat beweging. En dat komt omdat vooraan het tempo ietsje naar beneden is gegaan. Dat is Corleone Noah die nog altijd leidt. Bacardici komt ietsje dichterbij. Daarachter aan de relingzijde volgt Belenos de Grusson. Galopaard in het achterveld van de nummer 3, Axe Tuter.
Zo gaan ze de laatste ronde in. En Verbeek houdt nog altijd tempo en gaat als eerste die rechterbocht in. De voorlaatste bocht met Corleone Noah. Daarachter op plaats 2 Bellenos de Grusson. Daarachter Bacardici. Die is nu ingeparkeerd. Die wilde graag weer uit. Die gaat er nu ook uit. Galopade aan de relingzijde van Benko of Paradise. En daar lopen een paar paarden bovenop. En aan de buitenkant springt dan ook nog, om het helemaal compleet te maken, Bellino Verderi. En dus in het middenveld staat bijna iedereen stil. Niet te geloven. Normaal gesproken kom je daarmee op de radio en dan hebben we filevorming aan de overzijde. Maar de vooraan heeft niemand wat van gemerkt. De leiding is inmiddels overgenomen door Ben Hurry. Aan de buitenzijde wordt hij nu aangepakt door Bellenos de Grusson. Bellenos de Grusson neemt de leiding over. De laatste keer in Gelsenkirchen deed hij dat een kilometer voor het einde. Nu doet hij het in de laatste 500 meter. Bacardici gaat erachteraan. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Bellenos de Grusson, de beer is los. Daarachter op plaats 2 Bacardici. En zo zijn de voorste twee halverwege de Tjarda-bocht. Derde plaats is voor Ben Hurry. Aan de buitenzijde komt nu ook naar voren Albert. Die komt helemaal uit het achterveld. Ook die had wat last onderweg. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde nog altijd Bellenos de Grusson. Buitenzijde Bacardici. Die komt dichterbij. Bacardici is ernaast. De beer tegen Minima. Minima is er voorbij. En Minima gaat winnen. Weer een winnaar voor Krebas. Het is vandaag zijn dag. De 7 wint Bacardici. Tweede de 4 Bellenos de Grusson. Derde plaats is voor Albert. En vierde wordt nog de 6 Baccarat Fligny met Jens Bergman.